Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi vanochtend weggebracht naar school. En Liam die is nou lekker fruitje aan het eten met slagroom. Beetje lekker, extra. Sam die wil zo de fles, maar die laat ik echt heel goed wakker worden. Dus ben ik nog heel even lekker met Liam bezig. Sam die ligt lekker te slapen. Die heeft al zijn flesje gehad. Hoe zoet zijn ze als ze slapen. En Liam, die krijgt een boterham. Je bent een fantastische vriend. Lekker eetje, hè? Stomme rat. Het eten voor vanavond heb ik al klaar. Ik heb deze kleine vent net de fles gegeven. Die andere ligt lekker te slapen. En ik wou een video gaan uploaden en toen deed het internet het niet. Toen wou ik hem opnieuw opstarten en toen ging hij een hele fijne update doen die hij nog steeds aan het doen is. Dus ik hoop dat het allemaal nog op tijd lukt. Maar ja, we gaan het gewoon afwachten. Ik moet om 4 uur bij de tandarts zijn. Dan gaan ze eerst mijn hele smoelwerk schoonmaken of in ieder geval tandsteenvrij, weet ik het hoe je het noemt. In ieder geval dat gaan ze doen en daarna moet ik op controle bij de tandarts en dan gaan ze kijken naar mijn gebit. En ik hoop dat er foto's gemaakt worden, want volgens mij heb ik wel een paar gaatjes. En ja, ik heb gewoon hele slechte tanden, ook vanwege het feit dat ik gastric bypass heb gehad. Omdat ik calcium tekort kom. Dus ja, dat dus. Maar goed, ik ga nog heel even zitten met hem. Hij heeft zulke lange haartjes hier, hè? Zo schattig. Maar in ieder geval, ik ga nog heel eventjes zitten met hem. Even mijn serie verder kijken. En ja, hopen dat die update dadelijk klaar is. Want ik heb alles gewoon geëdit. Het is een extra lange vlog, maar ja, dat dus. Goed. Klaar, moment is weer voorbij. Liam is dan lekker een koekje aan het eten. Althans, ermee aan het spelen. Mama is even bij de tandarts. Dus ik ben even met de kindjes alleen. Maar het gaat allemaal goed, mama. Liam is in de box. Sam in de wipstoel. En Jordi bij de box van Sam. Ik heb een filmpje aan het kijken. Jordi en Liam liggen lekker op bed. En Sam krijgt lekker zijn flesje. En mama is net naar de winkel geweest. Want ik had een afspraak gemaakt bij de Action. Dan denken jullie bij je eigen van, hallo, je kan er volgende week zomaar heen. Ja, dat klopt. Maar ik heb van het weekend, samen met Niels en de kindjes, hebben wij 3 verjaardagen. Of ja, 3 verjaardagen. De peetoom van Sam die is al jarig geweest. Maar ik heb tegen hem gezegd van ik ga pas een cadeautje geven op het moment dat Sam geboren is. Toen wist hij nog niet de naam. Maar die wisten wij dus al wel. En ja, ik wou een cadeautje geven met zijn naam erop. Dus ja, dat heb ik dus gedaan. Ik ga allemaal niet laten zien wat ik allemaal precies heb gekocht. Dat is gewoon persoonlijk, privé. Gisteren was Sabine jarig, dus de peettante van Liam. Daar moesten we dus een cadeautje voor halen, want wij gaan zondag heel eventjes naar hun toe. En morgen is de peettante van Sam jarig. En daar moeten we dus ook heel eventjes naartoe om eventjes een cadeautje te geven. Nou, oké. Ik ga jullie iets van onze humor vertellen. Wij gaan jullie iets over onze humor vertellen. Wij hebben best wel zwarte humor af en toe. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Toch? Weet niet. Nou. Ons motto in het leven is altijd, je moet altijd lachen om de problemen die je hebt. Of om het leven dat je hebt. Mm-hmm. In ieder geval, je moet het allemaal niet te zwaar nemen. Dus ook deze grap moet je niet te zwaar nemen. Maar wij hebben daar de grootste lol onder. Ik had bij de Action, had ik deze meegebracht.
Dat is met... Dat is een oud sleutel. Dus ik zeg tegen Niels... Ik zeg, deze is voor Liam. Dan kan Liam deze mee in de auto nemen. Jordi heeft altijd speeltje in de auto. Liam heeft dan ook altijd speeltje in de auto. Toen zegt Niels... Dan moet Liam ook een stuurtje hebben. Toen zeg ik, die hebben we twee. Eentje aan de box en eentje in de box. Zeg, en dan start die Jordi op en doet die... Jordi doet altijd heel vaak... Dat. Dus ook als je in de auto zit en de auto start, hoor je... hoor je hem altijd dat doen. Dus... Wij hebben dan de grootste lol daarom. Ik snap dat als niet iedereen die lol erom kan hebben. Niels, hetzelfde verhaal, die snapt dat ook. Maar wij hebben hier lol om. Wij zien het ook gewoon al helemaal voor ons, hè, dat Liam met dat sleuteltje zit. En dan aan Jordi's mouw of hand trekt. Zo van, hey, start eens op. En dat Jordi dan doet... En wat nog grappiger is... Dat mama de grootste rol heeft dan. Nee, maar als je met Jordi en Liam in de auto zit... Liam zit altijd mee te rijden. En als je dan een bocht doorgaat, zie je Liam ook altijd zo doen. Moet je eens een keer opletten dat hij dat doet. Ja? Gaat hij de bocht al inkijken. Ja. Dat is echt zo, die zit gewoon mee te rijden. Mm-hmm. Dat is best wel grappig hoor, af en toe om te zien. En Jordi die zit al te lachen in de auto. Maar dat is dus onze humor. We hebben best wel donker humor. Slecht van ons. Ja. Ja, en normaal zeggen we dit ook niet in de vlog, maar... Ja. Voor straf moet je naar bed. Nee, voor straf ga ik nou de fles afwassen. Ja, oké. En ik de hond uitlaten. Ja. En volgens mij wordt Sam ook wakker. Die mag nog even mekkeren, toch? Ja, zeker. Maar ik heb nog geen scheet gehoord, dus volgens mij is hij nog niet wakker. Dat is ook humor die we hebben. Een hele goede morgen. Gisteravond hebben Niels en ik eigenlijk niks meer gedaan, dus het is hier nog steeds een bende. Dan gaan we dadelijk eens eventjes opruimen. En Liam is lekker Ernst en Bobby aan het kijken. Hé, hey, jongen. Vindt hij leuk. Dus dan moet hij daar gewoon lekker kijken. En ik heb er geen problemen mee, hoor. Ondertussen is hij aan het spelen en aan het doen. Dus, maar voor de rest, ja... Maar gisteravond, ik kon niet meer. Ik was moe. Niels was moe. We zijn op een gegeven moment naar bed gegaan. Samen met Sam. En hij heeft lekker een nachtje weer doorgeslapen. 6:30. Morgen. Joëtti wakker. Dus toen waren die twee waren ook, nou, ik denk 30 minuten later wakker. Een hele goede morgen. Gisteren zijn we eventjes naar de verjaardag geweest van tante Bianca, want die was jarig. En daarna ben ik thuis gekomen en ben ik eigenlijk kort daarna in slaap gevallen. Toch, papa? Mm-hmm. Papa met Sam. Met Sam, ja. Hier zie je ergens een foto van mij met Sam. En nu zijn we onderweg naar tante Sabine en ome Sander. Gezellig, hè, Jordi? En ik zit achterin met de kindjes. Gezellig, hè, Lili? Ik heb al op het donder gehad. Laten we zitten. En Niels die rijdt natuurlijk. En Sammetje, die heeft de meeste ruimte van iedereen. En daar heb ik de cadeautjes staan, daar zo. Want ome Sander was al eerder jarig, hè? Ja. Ome Sander was al eerder jarig en toen zei mama tegen ome Sander, als de baby geboren is, krijg jij het cadeautje. Nou, dus die gaat hij nu krijgen. Want toevallig was Sabine ook van de week jarig. Dus ja, dan doen we gewoon 2 in 1. Dat is het makkelijkste.
Maar ja, we zitten dus voor het eerst met z'n vijf in de auto. En ik kan je vertellen, dat is niet voor iedereen aan te raden. De volgende keer gaat ons Sammetje gewoon lekker ook achterin. En dan mogen zijn broers zijn beste. Hé hey Jordi, het is gezellig met mama, hè? Jij vindt dat wel leuk, hè? Ja. Inmiddels zijn we weer thuis. Niels is even een verwarming aan het bestellen. Want volgende week is dat toch? Dat ik hem ga halen. Nee. De week erop. In het weekend. We hebben nu nog één week niks te doen. Als we, en dat weekend erop dan is het druk. Ja, volgende, niet deze week, maar die week erop gaat hier een flinke verbouwing plaatsvinden. Dus ja, dan hebben we dat ding nodig. Want je gaat de kozijnen, de raamkozijnen gaan weg. Er komen openslaande deuren, maar daar zit ook een verwarming. En er moet dus een andere verwarming voor in de plaats komen. Dus dat moet allemaal eventjes geregeld worden. Dus daar is Niels nu mee bezig. Ik ga zo dadelijk samen met Niels ook eventjes de tent van Liam eventjes uit elkaar halen. En dan denken jullie misschien, oh dat is zielig. Nou, volgende week moet alles sowieso uit elkaar en opgeruimd worden. Dus ja, volgende week zijn de kindjes ook 4 dagen. 4 dagen bij mijn ouders. Ja. Zijn ze 4 dagen bij mijn ouders. Zodat we hier die verbouwing kunnen doen. En zodat ik alleen Sam heb. En de hond dan natuurlijk. Zodat ik alles beter kan regelen. En ja, voor de mensen kan zorgen natuurlijk. Dus ja, dat gaan we allemaal volgende week doen. Maar voor nu zijn we een beetje in voorbereiding al. Papa, wat heb ik de hele middag gedaan? Slecht. Slecht. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar hij heeft me gewoon laten slapen. Dan zou je het wel nodig gehad hebben. Zo slecht. Je hebt wel het huisje weggehaald. Toen was je nog wakker. Toen was ik nog wakker. Ik denk een uurtje. Nee, ik heb geen uurtje geslapen. Ik heb langer geslapen. Ik heb 2:30 nog gezien. 2 uurtjes dan. Ik denk het. Slaap ik op. Oh, dit is echt erg. Maar ja, we gaan zo de kindjes eten geven en dan gaan we even naar de winkel. Zoals jullie zagen, waren we nog eventjes op pad geweest na het eten. En heeft mama weer wat boodschapjes gedaan met papa samen en de kindjes. En Liam heeft net zijn flesje gehad. En die gaat nou lekker naar bedje toe. Ja. Nog even lekker koelen met mama. Jordi voorbij. En Jordi heeft net ook een flesje gehad. Hetzelfde. En ze zijn net allebei ook gedoucht. Klappen in de handjes, bij, bij, bij. Op Jordi's, hè? Bobbetje! 2 man Jordi's zijn. Dat is Liam! Zo, waren de scheepjes voorbij. Hey, hey. Liam zit nou lekker naar papa en Jordi te kijken. Ja. En Jordi was een beetje boos op papa, hè?
Waarom was jullie... Papa had jullie gewoon onder de douche gezet. Ja. Ja, je moest douchen, hè? Dat vindt Jordi nooit zo leuk. Ja. Liam zit nou te kijken hoe dat ik papa en Jordi aan het filmen ben, hè? Ja. Mwah. En dan zit hij over de telefoon heen te kijken. Ik krijg nou een boertje met de geur van avondeten. Dankjewel. Je moet eigenlijk even wisselen van camera. Dat doe ik nou ook. Pista, ben jij dat? Huh? De kindjes slapen al eventjes. Ik heb nog even wat opgeruimd, maar ik ben nog niet klaar. Maar... papa slaapt, dus die laat ik lekker slapen. En Sammetje is nog een beetje wakker. En die krijgt zo weer een flesje. Ja. Ik had nog niet verteld hoe het was gegaan bij de tandarts. Ik heb 2 gaatjes, die worden morgen gerepareerd. Dus dan zal ik wel weer een verdoving in mijn bakkes hebben. Maar in ieder geval, dat is morgen. Bij deze ga ik deze ups en dan afsluiten. En zorgen dat hij dadelijk nog een flesje krijgt en lekker kan gaan slapen. En dat wij dan ook lekker naar bed kunnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.